In de aula van het Stedelijk Museum in Amsterdam spreekt wethouder De Roos de winnaars toe van de prijzen welke de hoofdstad heeft uitgeloofd voor muziek, proza en poëzie. De prijs voor muziek reikt hij uit aan de jonge componist Lex van Delden voor diens compositie Rubaiyat. De prijs voor proza heeft mevrouw Annie Romein Verscheur gewonnen met haar roman Vaderland in de Verte. De poëzieprijs der gemeente Amsterdam krijgt dichter H.J.W. Keuls voor zijn bundel Rondelen en Kwatrijnen.